Ook de Sri Ram Mandir aan de Hendrikstraat heeft er gemeend om op deze vrijdagavond hun Diwali-activiteiten te organiseren. Het is geweest een activiteit met vooral de buurtbewoners en andere genodigden. En zij hebben een formeel programma gehad met de nodige speeches, maar ook met entertainment, met culturele overdracht aan vooral de jongeren. Met de heer Arjen Hanam, trekker van dit project, spraken wij over de Diwali-viering van de Sri Ram Mandir. En hij vertelt niet alleen over de viering, maar ook de boodschap die ze vooral hebben meegegeven aan de jongeren. En dat is dat in feite wij niet alleen maar met het Diwali-feest de vrouw, de Lakshmi, moeten respecteren en waarderen. Maar dat voor altijd zo moeten blijven doen. Diwali vandaag begonnen is. Hè? Diwali wordt in 5 dagen gevierd en vandaag is het Dhanteras. We weten ook dat er heel veel activiteiten andere dagen gehouden worden. De komende zondag 12 november is de grote dag, de Diwali-feest. Morgen heb je veel activiteiten, dus wij kiezen ervoor om 2 dagen ervoor te doen, zodat de mensen ook naar hier kunnen komen, maar ook van andere grotere eventen kunnen genieten. En het programma, hoe heeft dat allemaal eruit gezien? Nou, we zijn rond 7:15 begonnen met onze optocht. Het was een full gemotoriseerde optocht. Dat was natuurlijk belangrijk in onze traditie dat we de optocht hebben uitgevoerd. We zijn tegen 9:15 hier aangekomen. En toen is Lakshmi dan begeleid. Mata Lakshmi is dan de persoon die de rol vervulde. Is dan begeleid naar het podium. Middels Lunda Kenaj en andere activiteiten. We hebben ons programma vervolgd middels dans. Ja, daar was een dansgroep, een prachtige dansgroep. We hadden Baita Ghana. Ook Natchanya heeft daar dus opgetreden. Onze eigen Bhajan Samaj heeft een heel mooie, de leerlingen van onze eigen Bhajan Samaj van de Sri Ram Mandir heeft dus de muziek ter gehoor gebracht. Ja. En daarna hebben we afgesloten met een notanki, een kleine natak. Ja. Een kleine toneelstuk hebben we afgesloten met een boodschap over Diwali. En de voorbereidingen, dat heeft hoe lang allemaal in beslag genomen? Nou, we zijn vroeg begonnen, allemaal. Voor Navratri zijn we zelfs begonnen. Maar je weet dat je na Navratri kortom 2 weken hebt, dus de strakke voorbereiding. Je werkt er naartoe om zoveel als mogelijk zaken in place te krijgen voor Diwali. Maar ook in de 2 weken hebben we dan heel hard gewerkt aan de voorbereidingen, aan zaken dat belangrijk was om een succesvol event te hebben. En ik ben zeker tevreden met een goed en geslaagd event. Ja. Hoe heeft het financieel plaatje eruit gezien? Hoe is het allemaal bekostigd? Ja, we werken meestal met donateurs, maar ook hebben we met onze kas gewerkt. We zijn onze donateurs erkentelijk dankbaar voor dit alles. Het is natuurlijk allemaal een redelijk kostenplaatje dat hij met zich meekomt. Maar alles voor ten dienste van deze samenleving, van onze mooie, dat we in een multiculturele samenleving leven natuurlijk. En dat we dit met ons allen kunnen vieren, mogen iets op trots zijn. En daarvoor komen donaties naar binnen, daarvoor komen mensen naar binnen, maar ook mensen die hebben geholpen, niet in financiële steun, maar in andere steun. Het is belangrijk natuurlijk allemaal dat mee komt kijken. En we moeten ieder dankbaar zijn die geholpen heeft om een succesvol event af te ronden vandaag. Hoe heeft de buurt zelf geparticipeerd? Ja, zeker. U ziet dat er veel jongeren ook aanwezig waren. Zeker ook mijn persoon is het belangrijk dat ik de jongeren aanmoedig om te participeren in zulke events. Want het gaat niet alleen om mijn buurt, maar het gaat ook om wat we zouden zeggen samad sewa. Ja, het is dat je je buurt bezighoudt met culturele activiteiten. En we zijn erkentelijk trots hierop dat we dit allemaal hebben kunnen doen. Met veel jongeren, merendeels ook in de Bhajan Samaj Natak groep, zag je alleen maar jongeren. Dus wij zijn bezig met die verjonging en het verjongingproces gaat zeker goed. En wat is de boodschap geweest voor deze Holi? Wat is de boodschap geweest voor deze Diwali? Nou, Diwali is het natuurlijk wat we alom bekend is de overwinning. Ja, is de overwinning op het goede, op het kwade. Ja, toch? Het recht op het onrecht. En ga zo maar door. Maar belangrijker, de meerwaarde van Diwali. Wat we nu zien in onze samenleving, er zijn een aantal maatschappelijke issues. Maar in bepaalde gebieden is het ook zo dat de vrouw nog niet genoeg gerespecteerd wordt zoals die dient gerespecteerd te worden. Mm-hmm. Ja, en dat is de boodschap van Diwali. We moeten onze
vrouwen. Ja, dat maakt het niet uit als het uw echtgenote is, dat maakt niet uit als het uw tante is, dat maakt niet uit als het uw dochter is, dat uw moeder is. En ga zo maar door. We moeten leren onze vrouw respecteren. We moeten leren dat de vrouw niet onder dan de man is. We zijn allemaal gelijken. Ja? En we moeten elkaar altijd als gelijken behandelen. Niemand kunnen we neerkijken. We zijn allemaal gelijk. En we moeten elkaar even goed respecteren. En onze werken aan onze normen en onze waarden. Ja. En Diwali, die is er op zondag. Sluiten jullie hiermee het feest gebeuren dus af? Of hebben jullie ook nog op de zaterdag activiteiten? Nee, we sluiten het werkelijk hierbij af. Maar natuurlijk als buurt gaan we met elkaar. We zijn heel goede vrienden van elkaar. Maar ook kennissen, familie. Dat we het nog door gaan vieren. Misschien niet in zo'n grote feestelijke sfeer. Maar in een relationele sfeer zullen we het zeker doorvieren. Ja. Hoe wordt Diwali voor het algemeen hier aan de Hendrikstraat gevierd? Vrij breed. Het is een groot Hindoestaanse gemeenschap hier aan de Hendrikstraat. Zeker Mutton Soap is een groot Hindoestaanse gemeenschap waar het goed wordt gevierd. En ik denk zeker dat u morgen al lang bent in de avond. Gaat u veel dia's zien aankomen. En zeker zondagavond gaat u ook veel dia's zien aankomen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dit gekoesterd wordt. En ook dat de betekenis van Diwali naar voren gebracht wordt. Ja. Merkt u enige verwestering, verwatering bij het Diwali gebeuren, bij het Diwali feest? Nou kijk, dat is natuurlijk allemaal andere vraagstukken waarover antwoord gegeven moet worden en gegeven kan worden. Verwatering in de zin van misschien kunnen mensen niet meer weten wat de officiële boodschap is van Diwali. Er wordt dia's aangemaakt, iedereen gaat mooie kleding aandoen, et cetera. We gaan helemaal cultureel aandoen, et cetera. Maar wat belangrijker dan dat is het hart. Ja, het hart moet schoon zijn. Als het hart schoon is, dan weet je dat jij schoon bent. Dan weet je dat jij niet... natuurlijk ga je baden elke dag, et cetera. Maar van binnen moet het schoon. Van binnen moet het komen. Het liefde van binnen moet komen. En dat is de boodschap dat ik wil meegeven aan de gemeenschap. Dat we van liefde moeten zijn. We moeten erkentelijk voor elkaar zijn. We moeten hulpzaam voor elkaar zijn. We moeten respectvol voor elkaar zijn. We moeten elkaars waarden en normen leren erkennen. En dat is belangrijk. Dan maakt het niet uit wat uw geloof is. Dan maakt het niet uit wat uw etniciteit is. Dan maakt het niet uit wat uw ras is. Dan maakt het niet uit wat uw leeftijd is. We moeten elkaar leren respecteren. Elkaar leren appreciëren. Ja. Maar waarom gebeurt het vaak genoeg dat we na de feestdagen de waardevolle boodschap meestal vergeten? Ja, nou, ik denk dat het een stukje bewustwording komt. En zeker, misschien kan ik dat ook erbij aangeven, dat zeker in mijn rollen, dat ik allemaal in de samenleving aan het vervullen ben, en zeker in naam met All for One Suriname, heb ik een campagne uitgezet en ik heb mijn team aan het werk gezet om dit alles klaar te spelen. We gaan er naartoe moeten werken dat niet alleen tijdens de feestdagen gedacht wordt, wat is Diwali? En we moeten weten dat het hele jaar door je hele leven lang waarden en normen gewaarborgd moeten worden. Respect elke dag gegeven moet worden. Geen rassenhaat moet gecreëerd moeten worden. En dat alles kan meekijken. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we er naartoe gaan werken. Dat we als één natie vooruit gaan. Want als we gaan beginnen te discrimineren. Als we elkaar beginnen neer te kijken. Dan gaan we het niet maken. We leven, misschien als ik dat erbij kan vermelden. We leven natuurlijk in een financiële crisis. Sociaal-maatschappelijke issues komen bijkijken. En dit gaat een stukje natievorming komt bijkijken nu. Diwali is niet alleen voor de Hindustanen. Maar als we kijken naar de boodschap is het voor iedereen. Ja, iedereen mag Diwali vieren, net als hoe wij kerst vieren, mag ook ieder Diwali gaan vieren. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is het boodschap dat ik zeker wil meegeven. Shubh Diwali, Heer Hernam. Ja, dank u wel. Ook aan de totale gemeenschap en zeker aan u als TBN Prime Alert die hier aanwezig was voor een rapportage.